Wie moeten wij volgen op Instagram? Mevrouw Pastoor. Mevrouw Pastoor moet je volgen. Zij is een Limburgse die in Amsterdam woont. En die een hele scherpe blik heeft op zowel het maffe wat je in de stad ziet als nieuwsberichten. Dus er zijn allemaal een soort B-nieuwsberichten met een hele goede blik op de realiteit en het maffe van, van de realiteit. Ik, mevrouw Pastoor, 100 punten. Goeie vraag dan. Waar zou je wel willen wonen? Ja, dat vind ik wel lastig. Ik heb altijd wel zo'n ik-vertrek-droom gehad om ergens op een hoekje van de wereld gewoon daar een stukje te pakken. Een paar lodges en lekker met de mensen omgaan zoals ik met ze om wil gaan. Geen sluitingstijd en dat soort dingen, dat ga ik wel goed doen. Dus Mexico vind ik echt een heel fijn land. Ik heb 4 maandjes in Costa Rica gewoond. Could be worse. Dus ja, er zijn wel veel plekken, maar ik moet wel zeggen binnen Nederland. Amsterdam is wel een beetje een sticky city. Als je hier eenmaal woont, dan ga je niet meer zo makkelijk weg. Dus ja, Amsterdam of ver weg. Dat is denk ik het meest sluitende antwoord. Wat had je graag uit willen vinden? Ik zou heel graag gewoon een heel loos dingetje uit willen vinden, maar wat vervolgens wel overal gebruikt wordt. Gewoon een koppelstukje bij leidingen of zo, weet je. Zo'n ding wat gewoon een standaard wordt in de industry en waarmee je dan gewoon... Ja, dan hoef je verder niet meer zoveel te doen. Ben je binnen volgens mij. Dat lijkt me heel chill om uit te vinden. Hoe wil je sterven? Ja. Het beste antwoord hierop komt toch echt wel van Herman Brood. Die zei van ja, zijn favoriete manier van sterven zou zijn van een flatgebouw afspringen. En dan net voordat je de grond raakt, nog onder het rokje van een vrouw kunnen kijken. En dat was zijn ideale manier van sterven. Herman Brood heb ik hoog zitten. Wat is er voor jou zo mooi aan het vak barman? Ja, het is gewoon het mooiste beroep ter wereld. Je krijgt alles en iedereen aan je toog zitten en je mag ze nog vragen stellen ook. Ik heb hier lang gewerkt in Café de Wetering. Daar komt van hoge rechter tot straatvegen, tot schaakgrootmeester Hans Ree. Ja, en met die mensen kan je praten en iedereen brengt zijn eigen stukje waarheid met zich mee. En om die mensen dan de hele tijd met elkaar in gesprek te zien, ja, ik vind dat fascinerend. Ik vind dat heel kicken. En het is een heel eerlijk beroep. Mensen willen wat en dat geef je ze. Dus het is snel, het is hard werken, hou ik ook wel van. Ja, het is gewoon een heel rijk beroep. Dus ja, dat is er zo mooi aan het vak barman. Het is een vak. Het is niet zomaar een bijbaantje. Met welke cocktail maak jij indruk? Ja, ligt eraan of het in de avond is of de volgende ochtend. Ik vind zelf de laatste tijd juist hele simpele cocktails vind ik lekker. Dus een gimlet en een daiquiri, dat is eigenlijk gewoon sterke drank met citrus en simpel syrup. En dat is gewoon hartstikke lekker. Dus dat zijn wel echt, en iedereen kan dat, dus dat zijn wel echt standaards om in je repertoire op te nemen. Daar maak je wel indruk mee. Met wie zou jij wel eens een cocktail willen drinken? Ja. Ik denk met Schiefmacher wel, Henk Schiefmacher, want dat is ook wel een groot verbruiker, die zit wel vol met verhalen. Ik heb hem ook wel eens ontmoet en zijn dochter ken ik ook. Bij hem zou ik wel eens Bloody Marys willen drinken, want zijn Bloody Mary is legendarisch. Dus laten we dat een keer doen. Wat is volgens jou de beste cocktail die er is en waarom? Ja, die bestaat niet. Er is niet een beste cocktail. Ik geloof er heilig in dat iedereen lekker zijn eigen drankje moet maken. En dat is ook juist wat ik in het boek naar voren probeer te laten komen. Joh, als het in het glas zit en jij vindt het lekker, dan is het goed. Zelfs van de meest iconische cocktails is er niet het recept. Meerdere mensen claimen wel dat zij het recept hebben. Maar ja, als jij van zoete houdt, doe je er meer suiker in. En als je juist van zuur houdt, zoals ik, ja, dan doe je er meer citrus in. En dan is het jouw lekkerste cocktail. Dus ja, daar zullen mensen toch echt zelf achter moeten komen wat zij het lekkerst vinden. Je geniet landelijke bekendheid als barman van First Dates. Wat deed je daarvoor? Ja, ik was gewoon barman. Ik werkte bij Sexyland in Amsterdam. Een plek waar elke dag wat anders cultureels gebeurt. En daar had ik een leuke klik met een vrouw. En die zei, joh, vriendin van moet het casting voor een tv-programma. Moet je doen, schuift vet goed. En toen dacht ik, nou ja, als dat het is, dan moet jij misschien een keer gaan kijken. Maar ik heb altijd, ja, ik heb sociologie gestudeerd, altijd in de horeca gewerkt. Een beetje blijven hangen in de horeca. En nu First Dates. Dus ja, gewoon bier blijven tappen en dan komt het vanzelf goed. Dat is hem dus, mijn eerste boek alle tijden. Ik vind het nog steeds
best wel surrealistisch dat dit dan dat dit mijn boek is. Als ik het in de winkel zie staan, dan zei dan, kan ik dat niet helemaal bevatten. Het was heel leuk om te schrijven. Ik hou heel erg van spelen met taal en zo, dus dat vind ik er heel leuk aan. Maar het is een speels boek en heel erg hopelijk enthousiasmerend. En dus ik ben er wel trots op.